Alright, het is tijd om de sterkste van het sterkste te verzamelen, jongens. Dat zeg ik wel mooi, maar heb ik hier wel een giga? Ik zie een Karga. Ik heb ze op Fjorder. Wat is de strategie? We kunnen dus vanuit waar mijn Tech Force Field staat, kunnen wij... in ieder geval naar binnen, het hok in. We hoeven niet per se die Jennies op het dak te slopen. Zou wel een toevoeging kunnen zijn. Ik zie hier eigenlijk geen mantels meer tussen staan. Dus ik ben wel bang dat ik... Oh nee, ze staan er wel, ze staan er wel. We kunnen stackers meenemen, maar die gaan ook heel veel lag veroorzaken. Dat is wel echt een dingetje, dus daarvoor moeten we wel... ja, we moeten een beetje mee spelen. Ik kan ook een Karga meenemen. Ja, we hebben hier wel een hele mooie Karga. Maar dat heb ik... voor Giga heb ik een sterk zadel. Karga, weet ik niet. Ja, hier hebben we ook al prima Gigas in zitten. Oh, hier zitten nog meer Gigas in. Ja, maar dit is... dit is een debris Giga, zo te zien. Ja, die wil ik nou niet meenemen. Ik neem deze wel gewoon allemaal mee. En neem ik even dat Kargaatje mee. Maar heb ik hier zadels? Giga. Karga. Nee, oké. Maar die heb ik volgens mij wel op dat andere. Oké, ik moet wel echt opschieten, want daar gaat mijn bubbel kapot. En dat weet ik ook weer niet. Oh, dit is de... Oh, de Real Hulk. Ja, moet ik even al die Iron Man... Ja... Kunnen we wat Iron Mans meenemen. Alright, even kijken. Saddles. Hier. Taka, taka, taka. Daar waren ze. En ik heb er nog een Rock Elemental. Ik denk dat ik die er gewoon in gooi. Ja, die is wel zwak tegen natuurlijk gewoon alles van tech daar. Maar wel lachen tegen de Gigas. Ja, kan ik nog... Ik zat nog te denken, heb ik andere dino's die Gigas kunnen killen? Ik zat natuurlijk met Megalosaurussen. Goh, oh, goede tijd. Nee! De Chupacabra! Jongens, misschien als jullie allemaal een servertje kopen of de link checken in de beschrijving dat hij dan terugkomt. Wie weet. Wie weet, hè? Het zou mooi zijn, toch, jongens? Heb ik nog een andere dino die zou kunnen strijden tegen dit? Het zou echt extreem ziek zijn. Ja, Rex boeit niet zoveel nu. Wat zou... Ja, ik denk oprecht een mantis wel, hoor. Die gaat al snel neer, maar... Misschien als ik er doorheen kan rennen. Stel, ik kan gewoon ziek... Ja, weet je, je wilt ze eigenlijk gewoon boos maken. Oké, okay, ik wil eigenlijk dat die muur eruit janken. Eventueel dat ze dan hier naartoe komen lopen. Dat ze top zijn als ik ze dan kan praying mantis en zo. Dat... Is dat Joost? Geen idee. Als ze dat dan... ja, dat... Top. Goed plan. Puik. Vaker doen. Oké, okay, we hebben 1 giga nodig en 1 giga saddle nodig. Beginnen we klein. Kunnen we eindelijk Karen gaan gebruiken? Krenk zit al veel te lang opgesloten. Dan hebben we nu even explosieven nodig. Dat doen we gewoon in de vorm van dit. En dan, oh damn, wat gebeurt daar dan? Is dat Jusu? Ja. Oké. Okay. Kijk, want hier gebeurt al iets moois, jongens. Childbirth. Nou, heel mooi. Je hebt al een heel mooi zadel. Verdomme Karen, waarom zegt hij dat dan niet, hè? Karintje. Oh, en dan heb ik de element opgeborgen. Oh, nee. Kan deze er ook bij gooien, weet je. Maar dan. Heeft dit cave damage? Volgens mij lijkt dit, of niet? Want hoor ik, hoor iets stampen, jongen. Oké, ja, dit is wel gewoon echt meteen een opening. Maar dit moet gewoon even iets verder open. Woody. Hey, Joost. Gaan we een beetje spiegel droppen? Ja, kunnen we doen. Als jij dat doet, ik maak hier een opening. Zodat al krop, oh, weg, weg. Hold op. De lijk. Lijk is flink. Lekker flink, lekker schoot. Kunnen we niet even met de drie stegen erin gooien, of wat? Ja, laten we dat even doen. Pan, wat is handig. Oh ja, pak een stego, gooi hem van boven erin. Ja, oké. Okay. Gewoon, moet erop zitten ook, of denk het wel, toch? Nee. Volgens mij gaat hij hier een Karga uitgooien. Gooi gewoon een goed zadel op. Pas op, Karga inkoming waarschijnlijk. Ja, daar heeft hij al. Ja, ik ga die Karga. Oh, nee, dat is een Giga. Oké, okay, Joost, pak de stego, glijd hem af. Ik heb al een stego bij me. Fly high in the sky. Pas op voor craft, meneer. Jongens, ik leid hem af. Doe het. Waar ben je? Gooi. Weet je hoeveel turrets daar staan? Wat zijn ze aan het doen? Wat zijn ze aan het doen? Joost, pak tech armor. Dan ga ik toch zo dood, jong. Je moet hoog vliegen. Dat weet ik ook niet. Hier, Joost, kom hier. Oh, pas op. Hij is onder je. Ik ga wel tech armor dan. Ja, even chest. Dan kun je gewoon naar de ceiling vliegen. Ja, jongens, ik pak wel staan een stego. Iron Man. Ja, yep. Cryo. Lekker. Woody. Ja, Joost. Maar mijn stego is gekild door een giga. Dus er zitten niet alleen turrets daar, ook. Nee, die hele put zit vol met Giga's en Karga. Oké, ik ga mijn stego er ook in yeeten. This isn't even my final stego form, but I will yeet it in anyway. Go yeet it, my child. I shall yeet. Ow, 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 ow. The crafter monster is terug. I'll just yeet it in here then. There we go. Let's go. Let's go. You got this, my brother. Ben je nog genet? Godverdomme, hij is genet. Ja. Oh nee, pak mij nou niet. Dag, vette kargers, jongen. Ja, ik heb een zwaardje, maar ik weet niet of het zin heeft. Suicide mission, suicide mission. Oh. Suicide mission. Ik vind wel oprecht dat Ark even iets meer mag gaan doen in voetstappen. Ik hoor vaak mijn eigen voetstappen beter dan van een ander ding. Van Craftmaster, echt de helft van de serie staat hij opeens naast me. En denk, what the fuck? En dan ben ik dood en mijn spullen kwijt. Shit, dat ik nu niks bijzonders bij me had. Ah, maar het is gewoon frustrerend, jongens. Het doet gewoon een beetje pijn in mijn hart. En mijn andere organen. Ah, hij doet iets goed. Hij doet iets goed. Yo, Joost wordt ook helemaal rondgejiet. Ah, ik moet hier echt even een opening maken, man. En die karkers daar... Oh, ze rage! Dat is rage. Dat is 100% rage. Dat is perfect. Dat is perfect. Oh ja, dat is secret rage daar. Oh. Maar dan nog. Wacht, ze zijn gerage, toch? Ik zit vast. Ik kan niks. Moet die even plek maken. Oh, mijn god. Gaan we dit ding nou slopen? Ik weet niet of het een mind control wordt of niet. Ah, die Giga moet even stoppen met mij aankijken. Oh, mijn god. Stop met mij aankijken, Giga!
Kutbeest. Ja, Noblin controlled. Dag. Dat dacht ik al. Dat gevoel dat kreeg ik al een beetje. Pas op, Joost. Hij is Noglin controlled, de Giga. Ik zou niet weten hoe je dat eraf krijgt. Maar ja, zolang die Noglin controlled is... Oké, ze kunnen erdoor. Ze kunnen erdoor, dat is perfect. Nou, juist op Karen of op die andere? Oh, compleet op Karen. Ik wil een Mantis test doen op die dingen. Als ik heel eerlijk ben. I wanted to test the Mantis. Waar is mijn Mantis saddle? Oh, nee. Wagen niet. Oké, we gaan het proberen, jongens. We gaan het proberen. Hoeveel melee heeft deze? Ja, veel. Zo, dat is damage. Wacht, is het zadel van mijn ding af? Waarom doet hij zoveel? Ik kan niet goed zien wat hier gebeurt. Ik zit ook helemaal vast. Ah ja, ik zit vast in de lucht, man. Wat gebeurt hier? Oh, dit is lag weer, of niet? Waarom is mijn Giga ook zo hard aan het sneuvelen? Als dat kan haast niet qua damage. Oh, yo, Karen? Oh, huh? Wat doet mijn Mantis ook, joh? Oh, ik heb echt zo geen flauw idee wat er gebeurt vandaag. Het is gewoon Ark die aan het arken is. Ben ik nog onzichtbaar? Komt 100% die soak. Ik hoor geen turrets meer. Wat ben jij nu aan het proberen eigenlijk? Gewoon via de zijkant met je techboog of zo? Nee, ik wil even een plek maken zodat ik even al die dingen kon meetrunnen. Met mijn Giga. Ah, goed shit. En mijn Mantis. Oh, mooi. Alleen, ik heb nu even wat jump issues. Ja, want als ik mijn tech rex erin krijg, dan zijn we ook al een heel stuk verder. Gewoon doen. Toet, toet. Auw. Joink. Nou, oh, er staan nog wel turrets. Dat hang ik niet door. Ja, dat klopt, Jan. Ja, ik heb... ik kan eventueel nog even een stego erin pleuren hier, zeg maar. Is die Noglin dood? Ja, die is dood. Oké. Okay. Craftmaster staat wel echt bij de deur. Ja, een beetje kut. Kun je dit, deze foundation slopen hier recht voor me? Yes. Oh-oh. Oh no. Ja, dat is een beetje pijn. Oh, maar we damage hem wel, hoor. Ja, de dubbel damage. Kut, hij is mijn Mantis aan het killen. Killde. Kut, mijn praying vrouwtis is dood. Praying vrouwtis? Ja. In plaats van praying mantis. Ja, ik snap het wel. Zijn alle turrets gesokt? Nee, toch? Hierboven zeker niet. Oh, step bro, I'm stuck. Ik ga proberen die cliff... Oh. Zo, dat liep bij. Oh, hij wil dit een Noglins gooien. Oh, fuck. Het is dan allemaal net te krap, jongens, om daar even fatsoenlijk doorheen te blazen met me. Met de Mantis, zeg maar. Ah, ik zag wel even wat angst en paniek, hoor. Dat zeker. Absoluut. Ah, ik kan hier makkelijk met stegos inlopen. Even mijn transmitter iets hoger zetten. Vier neerzetten. Moet ik even een mining drill hebben of zo voor dit. Daar heb ik niet zoveel aan. Daar heb ik niet zoveel aan. Heb ik een mining drill hierin? Nou, ik misschien boven. Hiloo. Hiloo. Waarom? Okay, I have plan. Alright. Waar vliegt daar op een draak? Oeh, dat is gevaarlijk. Ik weet niet meer wat lijk is en wat gewoon arc is. We maken alles kapot. Lekker bezig, jong. Ik moet wel zeggen, ik vond ergens gewoon wel Genesis 2 het chillste reden of zo, man. Hartstikke dood, hartstikke dood. Lekker. Oké, ik ben hier even een mooi treintje aan het maken. Woody. Ja. Help, even met de crafty. Ja, ik kan niks. Moet ik anders ook even zo'n rex voor jou halen? Nee, ik bedoel meer, ik weet niet wat lag is en wat niet. Ik heb echt geen flauw idee. Soms kan ik gewoon niet interacten met dingen. I'm just so confused all the time. Let's go. Allemaal lava pit defense ook, jongen. Ja, die is neer. Zo, ik ga hier gewoon even een hele mooie choek choek treintje maken. Ik denk dat ik eigenlijk ook best wel veel heb in de Shadow Main op dit moment. Oké, dan moet ik nu nog een zwaard hebben en een Giga en dan ben ik klaar. Komt er iets aan. Oké, mijn treintje is ready. Mijn treintje is helemaal ready. Oh. Word ik er nou afgewipt? Of wat gebeurt er? Ik vind dat... Volgens mij word ik er afgewipt. Oh, dat komt misschien door de carga trouwens. Dat zou best kunnen dat door de carga komt. Oh, maar die Giga heeft een saddle. Dus ik ga nou echt letterlijk op mijn eigen. Oeh, Noglin op mijn bek. Noglin op mijn bek. Ja! Ik heb weer stond die achter me en ik heb gewoon weer geen flauw idee. Het is echt insane, man. Oh, daar komt nog zo'n ding aan. Craftmaster in de lucht. Oh, mijn god, deze pit ook echt, jongen. Hey. Oh, lekker. Er gebeurt veel. Woody. Yup. Ik heb ze allemaal meegelokt naar buiten. Lekker. Craftmaster hangt hier ook, pas op. Hey.
Maak hem stuk! Verplaats even wat turrets. Doe maar. Ik kan alsnog niks hitten, dit ding. Waarom is dit allemaal zo moeilijk, jongens? Wat een rotplek. Ja, het is wel bijna dood. Ja, hij is nu wel neer. Hartstikke dood. Hartstikke dood. Nou, er zitten nog saddles als je die wil hebben. Die kan pakken nou. Ja, ik zie geen tasjes. Ik zie wel dat mijn transmitter echt compleet naar de kut is. Oh, hier zijn de tasjes. Oh, jong. Ik heb een van zijn... Een van zijn dingen zijn kapot. Nice. Rudy, help! Doe mijn best, maar... Ik zit continu vast. Ik wil gewoon huilen in een hoekje, Joost. Ik heb zijn platform zet ook... Of zijn platform, mijn cliffplatform kapot gemaakt. Mooi. Nou, wat mooi. Wat mooi. Hé. Hey. Dat zag ik. Hij wil me pakken. God, nog één. Die beest heeft. Ja, echt de hele put vol. Oh, hij maakt de dingen stuk. Hoe durft hij? Hoe durft hij? Dus laat me even dat ding instellen. Dat is zo moeilijk. Ja, lekker player only zetten, ja. Oké, okay, nou moet hij volgens mij iets anders hebben. Oké, okay, ik kan die dingen gewoon wel... Oprecht gewoon slayen, alleen... Zijn er ook echt al mijn stekkers dood, of niet? Nee, Heidi alleen. Er waren er drie daar. Oké, okay, even de laatste giga. Volgens mij is Jamie aan het duiken. Hatsa! Oh, deze is een heel goed zadel. Oh, craftmaster schiet erbij. Of zou ik ook even een heavy schieten? Fix staat erin. Joost, kun je de craftmaster schieten? Ik kan hem eigenlijk smerig hard grappelen. Ik heb hem een beetje afgeleid. Mooi, thanks. Hij is weg volgens mij. Hé, hey, lekker. Let's go. Dan moeten nog ergens stekkers van mij daar binnen staan. Ja, maar omdat de cliffplatform kapot is gegaan, is het de kans groot dat ze naar beneden zijn gevallen. Oh, oké. Okay. Oeh, dat is een heel mooi zadeltje. 2,17 armor. Damn. Even opbergen. Ja, oké, als ik ga schieten, komt Craftmaster meteen op mij af. Ik vraag me ook af wat Jamie aan het doen is. Ja, dat vraag ik me ook even af. Ik zie soms wel damage, maar dan weet ik niet of dat mijn oude steker nog is. Of ja, vast maar met ja, dikke ik lijf. Ja, ik schiet natuurlijk. See the god! Oh, er is een beest. Hier is de G-Portal God! Nee joh! Wat? Heb je de G-Portal God? Hier staat de G-Portal God, beneden! Wat ben je binnen? Ja, wacht, was je met de Craftmaster bezig? Ja, ik zit met mijn Nuglini hier, ik zie hem. Oh! Maar hoe? Oh, god, hoe ben je binnen? Als de nee, hij is met de Noglin. Hij is met de Noglin binnen. Ik zit met de Noglin. Oh, de Noglin, oh! Ja, maar alle turrets zijn opgezogen voor mij. Jeus! Zijn niet helemaal lekker met mijn Dino. Nee, ik kan niet echt weg, wacht. Kun je dat hoekje in? Iets verder deze kant op. Ik heb echt het gevoel dat ik geen damage doe op de ding. Yep. Oh, hallo, hoge levels. Hold up. Is hij nou dood gebeten? Is er nog alleen nou dood gebeten? Waarom schieten die turrets ook niet zo goed op? Ik snap het niet helemaal, zo. Alle range. Ja, dit is allemaal afleiding, man. Hier schiet je echt niks meer op. Moet hij gewoon echt zo snel mogelijk langs ook. Kijk, ik wil het zadel wel hebben, maar je kan beter echt van de bergen blokken. Crafty is even weggeteleporteerd, jongens. Mooi. Zie je mijn stego's? Oh, die staan naar beneden. Oh, is het echt soaked? Nou, nee, helemaal. Je moet even goed opletten wat we recht kunnen halen, wat niet. Oh. Oh, fuck me. Hop, loop, 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 loop. Ik weet niet precies waar we erin moeten. Is rage de giga. Maar daar is de deur. Dan weet ik gewoon even legit niet waar hier de ingang is. Want ik was net wel bij zo'n gate. Dat is mooi wat daar gebeurt. Hey, joh, hij heeft gewoon oprecht de... Yo, heeft hij de G-Port God? Ik zie de G-Port God! Nee, het is allemaal player only. Zijn de heavies wel leeg? Hier is de craftmaster, pak hem gek! Ja, ik zie hem! Ik wil een beest kapot. Ik ben niet aan het soaken. Doe dit allemaal, jongens. Hey, Craftmaster, er zijn meer mannen. Ja, hij is gesookt. Ik niet door heb, maar zij zitten met rocket launchers te schieten, hoor. Ik niet, Klojo. Ik pak even snel een keertje, jongens. Kijk eens achter je. Kijk eens achter je, Craftmaster. Je mist alle actie. Je mist alle actie, Craftmaster. Sorry, Joost. Waarom slaat... Joost zit er helemaal in. Ah, right, jongens. It's time to battle. It is time now. Oké. Ik heb al mijn battlezooi... Nee, wacht maar netjes. Oh, die ook wel. Right, ik heb al mijn battlezooi. Ready for battle? Waar is mijn main?
Waar zijn we mee nou weer heen? Wat verdomme. De Craftmaster heeft Dodo in zijn handen. God damn. Ja. Waar is hij? Tony, snel, kom. Oké. Fuck, is die Geno open hier? Ach, ja, hallo. Hij gaat naar de ascent, naar die bossfight. Oh, what the fuck? Wow, come on! Kom, volg hem. Oh, what the fuck? Is hij aan het ontsnappen? Ja, ik denk het. Oh, pak hem. Go, go! Oh, jezus! De techsuit doet niks, what the fuck? Uh-oh. Oh nee! Fuck! Probeer te helpen. Oh. Nee! Oh, je wordt kap! Ik heb allemaal geen dino's. Probeer te rennen. Oh. Jezus, ik zit helemaal vast. Jongens, waar zijn jullie? Dit is niet handig. Ik ben hier. Oh nee, we hebben weer geraptord. Go. Waar is hij naartoe? Joost, weet je, heb je hem gezien? Ik weet het niet. Ren. Ik hou ze van je af. Oh, dit zijn er zoveel. Dat zie je. Oh, die sprong niet zo lekker als ik dacht. Hij moet hier zijn, man. Hij moet hier zijn. Craftmaster, op! Ah. Daar staat hij. Snel, hij is hier. Ah, what the fuck? Heeft de dodo terug! Oh, nee.